De Nationale Assemblée heeft gisteren met algemene 37 stemmen de wet wijziging decreet arbeidsinspectie aangenomen. De behandeling van deze wet is in 2 uren afgerond. DNA-voorzitter Jenny Simons toonde zich blij hiermee, omdat dit volgens haar aangaf dat men zich goed heeft voorbereid en ingeleefd in het wetsontwerp. Simons feliciteerde de leden, de regering en de deskundigen die er hard aan hebben getrokken dat deze wetswijziging tot stand kon komen. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Naomi Samidin, bracht ook de felicitaties en dank uit aan het totaalparlement, de commissieleden, de regering en de deskundigen. Dat we met elkaar zijn gekomen tot het afhameren van 3 wetten binnen 1 week, 3 arbeidswetten binnen 1 week. Ik ben bijzonder blij daarom. Ik wil van hieruit ook mijn dank uitbrengen aan de leden van de commissie, de deskundigen die ons hebben ondersteund, de minister en zijn deskundigen. We hebben er hard aan getrokken, inderdaad. Maar ik ben er zeker van dat we met de aanname van deze wet ook met nog meer voortvarendheid zullen werken aan betere regelgeving op het gebied van de arbeid. Maar meer nog wil ik meegeven dat we eigenlijk aan het begin staan van een belangrijke ontwikkeling. En dat is dat we eigenlijk deze adviesorganen moeten gaan laten integreren met elkaar. Want belangrijk is dat de adviezen met betrekking tot beter arbeidsbeleid allemaal ten goede moet komen voor de werknemers en de werkgevers in Suriname. We hebben gezien dat het arbeidsadviescollege een werkarm is van het ministerie van Arbeid. Maar tevens heb ik hier ook aangegeven dat we de SER hebben als het nationaal tripartie orgaan die eigenlijk naar de president toe advies moet geven met betrekking tot beleidsissues, sowieso ook als het gaat om arbeidsaangelegenheden. En wat we zien in de 21ste eeuw, we praten hier over labor beyond borders, dat wil zeggen dat vandaag aan de dag we de free movement hebben of peoples and persons, dus het beleid van arbeid is niet alleen maar arbeid. Het geeft ook aan dat je gaat met de economische ontwikkelingen in de wereld. Het DNA-lid Patricia Etnel en daarvoor commissievoorzitter Samidin. Minister Suharto Mustaja van Arbeid had ook de behoefte om het parlement te bedanken voor het tot stand brengen van deze wet in het kader van de vernieuwingen die nu doorgevoerd worden. De bewindsman keek nu uit naar de behandeling van de ontwerpwet die het vraagstuk van het arbeidsbureau moet regelen.